Diante Brouwer van de Facebookgroep Helpende Hand voor Hulpbehoevende Stadjers en Thea Rolvers van Wijteam Centrum gingen vandaag naar het Pelsterhofje. Daar werden tekeningen gemaakt door stadjers uitgedeeld aan bewoners van dit hofje. Dit om hen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden. We gaan vandaag de kaartjes die we hebben verzameld uitdelen. Overal in de stad konden mensen uit de stad een tekening of een kaartje schrijven voor iemand anders. Die hebben we verzameld bij diverse supermarkten en die hebben nu 48 uur gelucht. Dus volgens de richtlijnen van het RIVM. En hopelijk gaan we nu een paar mensen heel erg blij maken met een kaartje. En in de kaartje staat soms een adres, zodat mensen kunnen terugschrijven. Een telefoonnummer, mochten ze toch nog hulp hebben deze dagen. Of gewoon een kaartje om iemand even op te vrolijken. Hoeveel mensen hebben zich al aangeboden op jouw site? 1700 nu en het aantal groeit nog elke dag, dus het zijn ook heel veel. En inmiddels, als er een hulpvraag opkomt, is die met 2 minuten eigenlijk ook alweer opgelost. En mensen worden verhuisd en boodschappen worden gedaan, kaartjes worden gestuurd. Het is eigenlijk wel heel erg mooi om te zien. Dus ja, het is echt heel prachtig dat mensen zo snel willen helpen. En dat mensen ook hulp durven te vragen. Want ik kan me ook voorstellen dat dat best lastig is. Een paar echt super mooie hand ingekleurde kaarten. Tekening. Mooie kunstwerken. Deze vind ik zelf ook echt heel erg mooi. Het is echt zo lief. Het Wijteam dat ondersteunt gewoon op een professionele manier dit soort initiatieven. Ja, maar laat ook los. Want kijk, als bewoners zichzelf redden, of zoals Diante die Facebookpagina heel prima zelf kan handelen, dan is dat prima. Maar we staan wel langs de zijlijn wanneer er wel vragen zijn waar bijvoorbeeld Diante niet uitkomt. En dan kunnen we kijken binnen ons team of iemand een bepaalde bewoner zou kunnen ondersteunen bij een hulpvraag. Mooie kaarten. Al is het nu zwaar, samen komen we hier doorheen. Even een opsteker voor de bewoner. We hebben een Facebookgroep en daar doen we allerlei acties in. En zo konden ook mensen in de stad een kaartje inleveren voor iemand anders schrijven. Voor iedereen is het een beetje een rare tijd. En toch om een hart onder de riem te steken. Nou, heel leuk. Ik kan het goed gebruiken. Ja. Oh, wat fijn. Ja, want hoe is het voor u? Nou, voor mij gaat het wel goed, maar ja. Mijn dochter is onlangs overleden. Gisteren was dat een jaar geleden, dus ik had gisteren een rotdag. Ja. Nou, dan doet dit heel veel. Nou, dat komt dan heel mooi terecht. Dat is fijn. Een mooi initiatief. Oh, ik zou u het liefst willen knuffelen, maar dat mag niet. Overal in de stad hebben mensen een tekening of een kaart gemaakt voor een andere stadje. U bent het eerst aan de beurt. Nee, wacht even. Tijdens deze dagen hebben de dagen ineens andere kleuren. Met het kleurenkaartje hoop ik u wat liefde, warmte en vreugde te brengen. Veel liefs. Vos, PS, belt u, noem het telefoonnummer niet. Maar wel heel erg lief dit. Ja. Wordt gewaardeerd.